Dan zou dus nu die VPRO station call moeten komen. Die pingel van tete. Ja. Allemaal overbodige franje, vind ik. Nee hoor, nee. De pingel moet. De identiteit van het net en de omroep worden steeds belangrijker, hoor. Dus nu de pingel. Juist. En dan nu nog een keer de leader. Ja. De achteraan. Ja, de leader. Tuurlijk. Dat is toch veel te veel? Nee. Dat hoeft toch niet? De programmamaker moet zijn eigen identiteit durven onderstrepen. Ja, maar dat is onze allereerste leader. Ja. Dat tempo ook. Dat is 20 jaar oud. Ja, maar hij is duidelijk. Ja. Hij is helder. Dit is onze identiteit. Daar staan we voor. Die hadden we nooit moeten wegdoen. Ja, maar hij past NOS in Sport had die swingende tune toch ook nooit moeten veranderen? Nee, met je eens. Om nog maar te zwijgen van het NOS-journaal. Ja, maar dit is toch volslagen achterhaald. Dat strand is inmiddels weggeslagen. Het is een heel ander medialandschap geworden. En daarom vind ik de nieuwe leader zo to the point. We winnen naar bed! Op Nederland 3! Onduidelijk. Die kleine mannetjes, wat zijn dat voor mannetjes? Ja, zijn onvindbaar. In dit medialandschap. Dames en heren, in ieder huwelijksbed liggen de partners wel eens met elkaar in kwestie. Niet waar? En ik ben het met mijn man eens dat er op de televisie zelf veel te weinig wordt gedebatteerd over de toekomst van dat publieke bestel. Vanavond toevallig op de KRO, 21:15. Maar u als VPRO-lid kijkt daar natuurlijk niet naar. Kijk, mag ook niet. Marcel van Dam heeft gezegd, maar in de krant, niet op de televisie, dat hij Beste Vara zou willen opheffen als dat een sterke nationale omroep ten goede komt. Maar waar blijft bijvoorbeeld de toekomstvisie van de NOS op de publieke omroep? Nee, dat moet je scherper stellen, scherper. Waar blijft bijvoorbeeld... Nee. Met onze eigen identiteit. Nee. Let op. Het Simplistisch Verbond eist dat NOS-voorzitter André van der Lauw binnen 24 uur zijn visie geeft op het publieke bestel. Zo. Op die manier. Ja, precies. Ja, kijk, dames en heren, de kern van ons debat is, en u kunt meedebatteren via de bekende 06-nummers, de kern is dat mijn man zegt, hef die oude omroepen maar op, jongens. Terwijl ik zeg, nee, we moeten die oude identiteiten herijken, want anders gaan we een 21ste eeuw in zonder enig ideologisch houvast. Ja, nou, wacht even, mijn beste man. Dat houvast, dat ontlenen we toch niet aan de televisie? Voor een belangrijk deel. Nee, volgens mij wordt die televisie ongelooflijk overschat als cultuurverheffend, opinievormend en democratiebevorderend medium. Nee, waarom? Die tv. Waarom? Ja, waarom? Nou, omdat waarom? De identiteiten zijn verwaterd. Kijk, als elke omroep en elke politieke partij nou weer duidelijk durft te gaan staan voor wat ze in oorsprong, religieus, maatschappelijk, politiek, ja, dan gaan de kijkcijfers omhoog en de stembusopkomst die dendert omhoog en dan kunnen RTL 4, 5 en 6 wel inpakken. Dat geloof je toch zelf niet? Nee, dan wordt de televisie weer een venster op de wereld. Dan herkennen wij ons weer in de pluriformiteit van een voortdurend verschuivende samenleving. Ja, maar ik ontleen mijn identiteit toch niet aan de televisie? Ik zal het je nog sterker vertellen, af en toe kijk ik nooit. Af en toe kijk ik nooit. En ik geloof dat als die kapot zou gaan, ik zou hem niet eens meer laten maken.
Ik heb er genoeg van. Oh, daar wil iemand reageren op lijn 1. Komt u er maar in. Hallo. Aan meneer Kouwman, zegt u het maar. Hallo, ik zou ter geruststelling van ouders in een comparabele junctuur willen zeggen dat Clytemnestraatje, het Schattenbelt, er niets van heeft gemerkt dat ik de televisie heb weggedaan. Maar had ik nog 2 jaar gewacht, dan had ik haar eigen identiteitje los moeten scheuren van die verschrikkelijke buis. En we weten toch allemaal, udum et molle, lutum est nunc nunc properandus et acri fingendus, sine fine. Ruta. Wat betekent dat, meneer Kouwman? Dat is een uitspraak van Perseus en die behelst ongeveer. De klei is nu nog kneedbaar, dus vlug laten we haar boetseren op de grote eeuwig draaiende schijf. Maar mist u hem niet, de tv? Nee, nihil habenti, nihil deest. En ook mijn auto die ik heb weggedaan heb ik werkelijk geen enkele dag gemist. Maar... En uw vrouw? Mijn vrouw heb ik niet weggedaan. Nee, maar mist zij de televisie niet? Nee. En bovendien, mijn vrouw keek heel selectief, dus echt de capita selecta. En zo is ze vanavond bijvoorbeeld in haar auto gestapt. En dan kijkt ze bij vrienden naar iets. En dat komt mij ook wel goed uit, Schattenbelt, want dan kan ik mij verder bezighouden met de kijkdoos. Ik ben namelijk voor Clytemnestra een kijkdoos aan het maken, waar ze in één beeld een 3D-ervaring heeft, hè, die meer oplevert, kijk maar, hè, dan jaren kijken naar klakken en liefdeloos gemaakte commerciële kindertelevisie. En hier zie je echt de ontwikkelingsgang der historie. Dus eerst de Egyptenaren en dan zo de Grieken en de Romeinen. En dat breng ik er vast bij. Kijk eens, lieveling. Kijk eens. Zie je wel, liever. Maar moet dat niet andersom, meneer Kouwman? Kijk. Meneer Kouwman? Andersom. Ja, dus dat uw dochter als het ware terugkijkt in de tijd, hè? Dus eerst de Romeinen. U bedoelt dat je dus eerst krijgt de Romeinen en dan de Grieken en dan de Egyptenaren. Ja, zit ook zo. Maar dan moet ik het gat hier maken en het zijn plaatjes die ik heb geknipt uit oude boeken. Dat is niet zo mooi, hè? Maar er zit wat in. Andersom. Dag, lieve. Daar. Is ze lief geweest? Andersom. Ze is heel erg lief geweest. Mijn vraag is, ben jij lief geweest? Ja, waar hebben jullie naar gekeken met z'n beiden? Naar I Claudius. Dat heeft tenminste nog enige relevantie. I Claudius. Claudius, de opvolger van Tiberius. Hè? Van de keizer. Caligula was het. Ja, maar ook. Maar de tragische stotteraar die regeerde van 54 tot 68 na Christus. Nee. Claudius. De... 41 tot 54? Ja. Ook. Mocht u dus overwegen om ter herwinning van de eigen identiteit die van maledijde televisie de deur uit te doen, bedenk dan dat televisie kijken nooit een intellectuele prestatie is. Niemand zal zeggen van deze of gene, goh, wat knap, hij heeft een 13-delige serie helemaal gezien. Terwijl de persoon die de hele Odyssee heeft gelezen of de nieuwe vertaling van Ulysses onze bewondering wel verdient en ook krijgt. Ja? Denk aan uw identiteit. Bedankt, meneer Kouwman, helemaal voor met u eens. Uw reactie. Perfect, ja, nou, dank ik u. Ik vind het toch jammer, hoor. Wat? Nou, zo'n kindje groeit op zonder dat schitterende medium, want dat blijft het toch. Je kunt natuurlijk ook zeggen, zo'n kind groeit op zonder dat het wezenloos duizenden uren lang naar agressieve reclame voor overbodige rotzooi heeft hoeven kijken in zijn leven. Daarom daar komt het wel op neer. Zegt het Simplistisch Verbond met de VPRO. Ja. Er moet één kwaliteitsnet komen zonder reclame. BBC-model. Ja, ja, oké. Okay. Maar betekent dat dan dat de VPRO weer vrijzinnig protestantse geluiden moet laten horen? En wat zijn dat dan voor geluiden? Vrije geluiden. Hoe klinkt dat dan? Onafhankelijke, kritisch is broodnodig. Okay, juist nu. Oké. Dan kun je dus zeggen, de identiteit van de VPRO is de kwaliteit. Laten we eerlijk zijn. Ja. Maar betekent dat dan ook dat de KRO uitsluitend Rooms-Katholieke heroïnehoertjes gaat laten zien in een documentaire? Dat Jos Brink weer weg moet bij de NCRV omdat hij eigenlijk te modern is. De VARA Radio heeft toch ook geen socialistisch nieuws in Esperanto meer? Dat is jammer. Dat is heel jammer. Nee. Lijn 2. Nee, dat gaat daar te ver. Daar reageert als je... iemand op lijn 2. Ja? Zegt u het maar, meneer. Ik wou even zeggen dat ik kijk naar de radio. Elke avond en een groot gedeelte van de dag. U kijkt naar de radio? Ja, ik kijk naar de radio. Alleen als hij aan is natuurlijk, anders zou het een beetje gek zijn. Maar ik kijk dus heel graag naar de radio, dan luister ik en dan zie ik alles voor me. En ik heb televisie ook weggedaan. En daar wil ik mensen even op wijzen dat je dan ook een veel kleinere kijk- en luisterbijdrage betaalt. Met de radio betaal je met een fractie van de televisie, één keer per jaar. Dus het is eigenlijk net als wanneer als je alleen de poes hebt, betaal je natuurlijk ook geen hondenbelasting. Maar er gaat voor mij niks boven de radio. Dus ik kijk heel graag en veel naar de radio. Omdat ik heb ook mijn mooiste herinnering aan de radio. En u bent ook ongeveer van mijn leeftijd, als ik zo inschat. En u kent dat toch ook nog wel. Dat je woensdagavond, dan mocht je in pyjama mocht je nog even zitten bij de radio.
En dan kreeg je van bessen plukken. Ach, dat was geweldig, hè? Van, weet u nog wat er wijn was? Misschien een tikkie raai was, wat overigens geen bezwaar was. Tenzij u de sigaar was. En dan kreeg je, da-da-da-da-da-da, hup. Bessen plukken doe je met een zakdoek op je hoofd. Een zakdoek op je hoofd. Een zakdoek op je hoofd. Dat was heerlijk, hè? Dat was heel Nederland. Die zat dan te luisteren, leefde mee. Want zo'n gezin moest al in 5 minuten zoveel mogelijk bessen plukken. Nou, dat was typisch NCRV, dat was heerlijk, hè, bessen plukken. Dat was toch van de KRO, bessen plukken? Nee, van de VARA zat in die showtrein. Nee, dat was de Rietenkip. Van de VARA. Rietenkip. Nee, bessen plukken was gewoon NCRV. Nou, in ieder geval had je donderdag had je bij de AVRO, dan had je Zoek die Koek. Weet u nog, Zoek die Koek? Dat was van... Dan ging naar Credit Union en dan kreeg je, hier is Karel de Boer van Zoek de Koek. Een knijper op je neus en een watje in je oor. Een blinddoek voor je ogen, zo sta je daar dan voor. Met dichtgenaaide mouwen en een afgezakte broek. Geen kies om te kauwen. En toch op zoek maar naar die koeken. Ja, op zoek naar de koek. Op zoek naar de koek. Op zoek naar de koek. En dan zaten 10 vragen in die koek. En dan leefde heel Nederland mee of die mensen dan die 10e vraag wisten. Want als ze ook 10e vraag wisten, kregen ze fietsdynamo. Dat was helemaal AVRO. Op zoek naar de koek. Nee, dat was NCRV. Op zoek naar de koek. Op zoek naar de koek was NCRV, toch? NCRV, hoor. Ja. Ik dacht AVRO. Nou ja, maar goed, maar toen had, dat bedoel ik maar, toen had elke omroep nog zijn eigen identiteit. He? Je had er ook met als de, wat was het ook weer, als de breipennen tikken, zucht moeder de vrouw. Insteken, omslaan, af laten glijden door, laten gaan als de breipennen tikken, zucht moeder de vrouw. En dan hoor je die breipennen zo tikken, weet je, dat was geweldig was het. En toen leefde je mee, hè? Ja, fijn, dank u hoor. Daarom kijk ik heel graag naar... Dank u wel, dank u wel. Zijn pijpje te smoren, weet je hoor. Oh, ja. En breidt moeder hem warme sokken. Ja, krijgt vader de wind weer van voren. NCRV. Moet, KRO was het. Nee, ik weet het nu, ja. Nee, wacht maar even. Goed, maar wacht was KRO. Nu verwarren we nostalgie met identiteit. Ja, en we hebben het over identiteit. Ja. Kijk, ik vind veel gevaarlijker dat er nu... een stemming ontstaat van, nou laten we alle identiteiten maar weggooien. Mm-hmm. Ja, sterker nog, laten we Nederland als nazistaat maar opheffen... en laten opgaan in een federaal Europa. Weg met ons, levensgevaarlijk masochisme is dat. Nederland als wat? Als nazistaat. Ja. Nederland als nazistaat. Nee, nazi. Je leest dat heel vaak op de opiniepagina's nu. Ja, dat verhaal. Ja, de wandelende eilanden van de nieuwe vrijgestelde cultuurfilosofen... die na 3 weken lunchen 1A4'tje met rode wijnvlekken overhandigen... waarop staat dat we maar moeten verdwijnen. Nou ja, kijk, zoals voor mij die televisie mag worden opgeheven... vind ik het ook helemaal niet erg als Nederland wordt opgeheven. Eerlijk niet. Een onderzoek van deze week zegt dat 1/3 van de allochtonen... zich hier eigenlijk maar thuis voelt. Ik denk dat hetzelfde geldt voor 1/3... van de autochtonen, dus we groeien aardig naar elkaar toe. Als ik toch zo'n Jan Pronk zie op de televisie... dan bekruipt me het Kafkaanse verlangen om Indiaan te zijn. Dus ja, je kan zeggen wat je wilt, maar hij heeft een hele duidelijke identiteit. Ja, verreks, hè. En daarmee Wijsglas ook. Ja, inderdaad, Wijsglas ook. Die ontleent zijn identiteit aan die van Pronk. Ja, maar waarom zou ik eigenlijk een identiteit moeten hebben? Ik bedoel, 10 jaar geleden... Ja, nou ongeveer 10 jaar geleden gingen al die vrouwen wanhopig met een spiegel op zoek... omdat de damesbladen schreven dat ze een G-plek moesten hebben. Hetzelfde gebeurt nu met die identiteit. Waarom moeten we een identiteit hebben? Maar je hebt toch wel een identiteit? Toch ieder mens heeft toch... Wel 10? Wel 10 heb ik er. Ik bedoel, ik ben 1,62 lang. Ik heb bruine ogen. Ik lees graag Nabokov. Ik hou van witte chocola. Ik kweek bamboe. Ik ga graag naar het theater. Ik ben een vader. Ik ben een zoon. Ik ben alcoholist. Oké. Maar die dingen hoef ik toch niet op het scherm te herkennen. Die wil ik toch helemaal niet met anderen delen. Ik ben in mijn eentje toch al met mensen genoeg. Dus waarom zou ik nou die identiteit moeten bevestigen? Als jij je presenteert, wacht even, dan ben je een identiteit. Lijfier, nou, ik vind dat we dat gewoon moeten zeggen. Dat kunnen we toch gewoon kunnen niet over onze kant laten gaan. Ja, ik heb zitten we erin? Ja, wel, kijk maar. Zitten we ja. Hallo. Nou, ik wou gewoon even inpikken bij dat hele begrip van identiteit. Omdat wij onze identiteit, Eddie en ik, nooit hebben verloochend. Maar we hebben hem alleen nooit bevestigd gezien op de Nederlandse televisie. En daarom gaan we ook weg. Ja. Eén van de redenen dat... We hebben het wel gezien hier. Nou, we hebben het juist niet gezien. Dat we wilden uitvaren, Eddie, met oudjaar, maar toen zijn we vastgevroren. Je ziet wel 2 mannen die de hele avond elkaar doodschieten, dat mag allemaal. Maar 2 mannen die elkaar liefdevol omhelzen of kussen of wat dan ook. Het hoeft voor mij niet, maar het feit dat je het niet ziet. Je ziet dat stort niet. Maar je ziet dat niet. Nou, maar u kunt toch niet beweren dat er geen aandacht
aan homofilie wordt besteed. Het wemelt ervan op het scherm. Ja, ja, verrek, het wemelt van de homo's. Ja. Ja, in panels bij de quizzen voor de dubbelzinnige opmerkingen. Als lolbroeken. Als homo's in de lachen, gieren, brullen van tv-homofielen. Kom nou. Maar het patroon van de seksualiteit op tv is nog steeds een hetero-patroon. En voor de doorsnee-burgers is het toppunt van romantieke seks nog altijd een film met Rock Hudson en Doris Day. Die zie je nog steeds. Laat ik het nou zomaar terwijl zeggen. We allemaal weten hoe het met Rock is afgelopen. Ja. En dat hij bijvoorbeeld moest kotsen als hij Doris Day moest zoenen. Ja, en dan, ik heb zelf ook nog eens in een seksfilm gespeeld. En dan weet hele, je nog wel? Hoe ja, heet hij nou ook weer? Hoe heet hij nou ook weer? Nou ja, goed. Maar dan hele hetero-seksfilms na elven en zo. Maar een behoorlijke gay movie zie je niet. Het hoeft van mij niet. Maar dan is de televisie pas volwassen. Heeft het pas een eigen identiteit. Als ze dat ook normaal vinden. Oh ja. Eén gay movie per week zeg. Ik weet het weer. Met al die seksfilms. Erupties op Ibiza heette die. Ibiza was in de zomer van 72. Heb ik nog mee gefinancierd. Daar heb ik Han toen ontmoet. Ja, want het was zo'n teder en mooi script. Daar steekte wat geld in. Dat was heel leuk. Ik speelde iemand die zijn eigen kwijt was. Ja, je was je eigen kwijt. En toen spoelde ik zeg maar aan op Ibiza. Ondersteboven spoelde die mooie aan. Scène. En hele mooie en dan in een scène. Afgelegen baai ontdek ik mijn eigen homoseksuele identiteit. Toen, en dan draait en nou, hij en dan is het hek van de dam. Nee, en heel teder gevreden wordt er ook. Functioneel naakt. Want hij was arm. Hij was helemaal berooid. Geen kleren aan. Dus het was een heel teder script. Hij werd heel teder gevreden. En dat zie je dus ook. En dat is een omgekeerd bewijs dat vrouwen steeds meer gay movies huren. Ja. Omdat ze daarin zien dat mannen wel degelijk teder kunnen vrijen en lief kunnen zijn en zacht kunnen zijn. Ja. Terwijl het in die heteroseksfilms kan niet. Kijk, dat zijn het gewoon macho beesten. Ach. Daarom. Ja. Grijp je wel? Ik had mijn eigen haar nog in erupties op Ibiza. Gaan we depri doen? Nou ja. Hè? Gaan we depri doen? Al was je hartstikke kaal, je bent voor mij nog altijd dezelfde jonge god. Ja, zo is het toch. Dat zit tussen je oren. Je zit gewoon tussen mijn oren, joh. Han. En jij zit tussen je oren. Je wilt het oren. Niet weten, maar wat? Ik ben hartstikke kaal. Voor mij heb je je eigen haar nog altijd nog. En doe dat nou niet zo moeilijk, koop. Er is niks aan de hand. En het is niet te zien, echt niet. Niemand ziet het. Ziet u dat nou? Ziet u dat nou? Dat Ed een toupet heeft? Een toepet? Ja, zie je wel, de mensen zien het gewoon niet. Het valt helemaal niet op. Als je morgen maar niet op volle zee ineens aan dek komt, natuurlijk. Hè? Maar niemand ziet het. En zet ook die bril nou eens een keer af, joh. Nee. Hij heeft zulke mooie azuurblauwe ogen, je weet niet wat je ziet. Nee, ik denk er niet aan. Waarom nee, dat nou is mijn niet? Handelsmerk. Dat is mijn eigen identiteit. Nou, vind ik stom. Vind ik gewoon stom. Jij bent toch ook helemaal niks zonder die pet? Oh, dankjewel. Ik ben niks zonder mijn pet. Nou, ga ik meteen naar bed. Ja. Han, zo nee, bedoel ik het niet. Pet, Han, kom nou nog gezellig een glaasje drinken. Nee, als je niks bent zonder je pet. Ja, wel. Bedankt. Ja, wacht even. Ja. Ze hebben vanuit hun standpunten bezien wel gelijk. Want de fatsoenscode op de Nederlandse televisie is toch nog steeds dat nu 1 of 2 of 3 erecties mogen best. Als er maar een naakte vrouw tussen zit. Hè. Mm. Maar alleen 1 mannelijke erectie of 2 mannelijke erecties zonder vrouw erbij, dat gaat nog steeds te ver. Nee, nou, dat is waar. En dan kan ik me voorstellen dat zolang deze hypocrisie nog regeert, dat je dan zegt, mijn identiteit is mijn homoseksualiteit. Ja, dat doen zij dus. En in zo'n strijd kies je natuurlijk een krijgstooi. Ja. Een kapiteinspet, zwart pak en mattenklopper. Bijvoorbeeld. Gouden legging, een zwarte baret. De zwarte baret de vorige week. Wacht even, de Indië-veteranen. Ik geloof dat de onderliggende tragiek in dat debat, over het debat, naar aanleiding van het debat, of er een debat moet komen, dat die is dat er oudere mannen zijn in Nederland die als enige identiteit nog die baret hebben. Ja, kijk, dat is natuurlijk heel tragisch. Het oudste identiteitssymbool van de natiestaat is natuurlijk de kroon. De kroon. De kroon. Ja, dat is het symbool. Maar die draagt Willem-Alexander nog lang niet. Nou, hij gaat trouwen. Nee, nog lang niet. Zodra prins Bernhard uit het ziekenhuis is, gaat hij trouwen. Nou, ja. Nee, maar het is logisch dat alle oorlogsveteranen na die gedraaide 5 mei-opmerking dat zeggen, had ik niet zo bedoeld. Nou, zijn verjaardag vieren we nooit meer. Nee. Het wordt trouwens tijd dat er gauw een Elfstedentocht komt. Dan kan hij zijn identiteit weer een beetje recht trekken. Of een marathon. Hey, lijn 3. Ja. Komt u er maar in. Zegt u het maar, hè? Ja. Goedenavond. Ik wilde graag even reageren op wat de heer Van Kooten zojuist zei over de Indië-veteranen-identiteit. Ik ben zelf ook een veteraan, zij het van een jongere lichting. Ik heb vorig jaar 6 maanden in Bosnië gediend. En ik heb een organisatie opgericht van ex-Joegoslavië-veteranen. En wij willen nu een nationaal debat op gang brengen om nu de trauma's van morgen te voorkomen. Welke trauma's bedoelt u? U heeft toch niets fout gedaan? Er zijn toch geen excessen gepleegd? Toch? Nee, dat is volkomen correct. We hebben niets fout gedaan.
Maar wij hebben in feite heel weinig gedaan. Zeg maar niets. Wij hebben eigenlijk niets gedaan aan de oorlog in Bosnië. En dat is het hem nu juist. Wij zijn bang dat wij dat over 40 jaar op ons bord geserveerd krijgen. Hè? Dat de mensen zeggen van, jullie hebben niets gedaan. De mensen slachten elkaar daar af en jullie deden niets. Daarom zeg ik nu een nationaal debat waaruit duidelijk blijkt dat wij niets mochten doen. Niet van de Verenigde Naties, niet van de toenmalige regeringen, Lubbers, Kok. Dat dat nu al duidelijk wordt vastgelegd. Maar krijgt u dan al verwijten in die richting? Jazeker, zeker wel. En het zijn juist de Indië-veteranen die nota bene met modder beginnen te gooien. Ik citeer een jaloerse Indië-veteraan in de NRC van donderdag. En we zagen dat de blauwe baretten in ex-Joegoslavië dikke traktementen kregen, vaak verlof hadden en iedere week op kosten van Hare Majesteit naar huis konden bellen. In feite staat hier, die blauwe baretten hadden het mooi voor elkaar, maar ze deden niets. Daarom zeg ik, nu een debat. Ik heb geen zin om over 40 jaar in een identiteitscrisis te belanden. Nu een debat over het Nederlandse leger in Bosnië. Fijn, dank u wel. U wordt bedankt. Dank u wel. Kijk, nu gaat die meneer naar de keuken om een paar vlammetjes te frituren. Hij zet hem af, anders wordt zo'n baret vet. Dus is hij ineens weer huisvader. En dat zei Rielke al. We hebben een heleboel mensen, maar nog veel meer gezichten. Omdat we allemaal een paar gezichten hebben. Ja, dus er is niet één identiteit, die is er niet. Nou komen we ergens Het werd tijd. In dit debat. Kijk, ja, graag. Daarom is het zo verschrikkelijk belangrijk dat wij als Simplistisch Verbond onze eigen identiteit hervinden op het televisiescherm. Maar wat was en wat is die identiteit dan? Dat simplisme, wat is dat dan eigenlijk? Nou, dat wat is was toch dat heel simpel, heel simpel. Wat dan? 1. Waarom moeilijk doen als het simpel kan? Ja? 2. Leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel. Oh, ja. We zijn afgedwaald van de oorspronkelijke weg. Ja, dat is de tijd. En ik vind het gewoon mijn taak die grondprincipes weer eens tegen het licht te houden. Okay. Dat ga ik doen ook. Nou, succes. Ik ga de wereld in om dat te hervinden. Pas op, het is glad. Te hervinden en hervinden. Het is glad buiten, pas op. Okay, ja. Misschien is dat wel de identiteit van de Nederlander. Dat hij geen identiteit heeft, maar dwangmatig bezig is om hem voortdurend te formuleren. Het is natuurlijk niet voor niks dat we de grootste moeilijkheden met dat nieuwe paspoort hebben gehad. Binnen. Binnen. Ah, de Mick. Dag, meneer Vogel. Neem plaats. Wat zijn de problemen, de Mick? Ja, meneer Vogel, dat is misschien een rare vraag. Maar ik wil graag weten wat onze identiteit is. Onze wat? De identiteit van het bedrijf. Wat bedoel je daarmee, de Mick? Nou ja, dat is dus de vraag. Dat weet ik dus niet. Maar waarom wil jij dat dan weten? Omdat ze dat van mij willen weten. Wie willen dat weten? Allemaal. Iedereen. Familie, vrienden en kennissen vragen allemaal, wat is de identiteit van jullie bedrijf? En wat zeg jij dan? Dat die goed is. Nou, prima toch? Ja, maar verder zit ik met de mond vol tanden. Dus ze hebben allemaal een bedrijf met een eigen identiteit. En dan hebben ze er zelf ook een eigen identiteit. Maar ik weet dus niks verder te zeggen. Dus ik dacht, als u nou in gewoon even in telegramstijl zegt, nou kijk, de identiteit van het bedrijf is dit en dat en zo, dan kan ik dat ook uitdragen. Ja, ja. Nou, de Mick, wij staan voor 200% achter ons product. Wij dragen service hoog in ons vaandel. En bij ons komt de klant op de eerste plaats. Ja, ja, ja. En dat is dus onze identiteit. Nou, Benof. Juist, nou en of. Maar zijn wij ook tot deze identiteit gekomen door een bepaalde filosofie? Want dat wordt ook vaak gevraagd. Maar de Mick, wat dacht je? Een identiteit komt toch niet zomaar uit de lucht vallen? Daar ligt een uitgebreide filosofie aan ten grondslag. Maar de Mick, die houden we liever onder ons. Tuurlijk. Ja, nog één vraagje, meneer Vogel. Hebben wij ook een policy? Dat vragen ze ook vaak. Ik dacht het wel, de Mick. Ik dacht het ook, tuurlijk. Maar is de policy ook een onderdeel van de identiteit? Hoe kunnen we nou een identiteit hebben zonder een policy? Nee, dat kan natuurlijk niet. Dus als ik even mag samenvatten, meneer Vogelnoor. We hebben een identiteit. We hebben een bepaalde filosofie. En we hebben een policy. Een prettige avond, de Mick. Nog één vraagje, meneer Vogel. We hebben toch een identiteit.
bedoel, dat we niet, wat je ook vaak hoort, dat we een identity hebben. We hebben geen identity. Nog niet. Meneer Vogel, dank u wel. Je identiteit, het gezeur van de pers, van de klanten, van je personeel, je identiteit. Wij hier bij Van, wij maken prima, en dat doen wij al 50 jaar zonder identiteit. Noem je het asfalt. Ik zelf ben opgegroeid in een ouderwetse, degelijke asfaltjungle. Maar tegenwoordig heet het allemaal beton, het wegdek. Nou schijnt er iets mis te zijn met het nieuwe open beton, het zobab, bovab beton. Als het ijzelt, wordt het een ijsbaan. Niet goed. Ja, vind je het gek? Beton is nooit goed. En het Simplistisch Verbond zegt al jaren, beton is not dom. Sterker nog, hier moet de matte klopper overheen. En nu schijnt in heel Nederland het oude beton te worden vervangen door het nieuwe beton. Akkoord, zegt het Simplistisch Verbond. Sloop dat oude beton er maar uit, maar vervang het niet door nieuw. Wat is er tegen een ouderwets degelijke, gezellige, onverharde landweg? Ze is niet glad, hier slipt men zelden, hier geldt een natuurlijke maximumsnelheid voor alle karretjes, hier vallen geen doden en gewonden. Van alle wegen in Nederland wordt uitsluitend de onverharde landweg goedgekeurd door het Simplistisch Verbond. Kijk, dit werk bevestigt nou mijn identiteit, hè? Heerlijk. Ideeën genereren, oplossingen aanreiken, iets betekenen voor je medemensen. Heerlijk. Serieus is hij, hè? Er moet altijd ergens over gaan van mijn man. Nooit is gewoon een leuke mop of zo. Ik ken een leuke mop, die gaat over identiteit. Er komen een roze giraffe, een rood-groen gestreepte ijsbeer en een blauwe olifant met paarse sterren een bar binnen. En ze kijken zoekend rond en de barkeeper zegt, hij is er nog niet hoor.